De Royal Zoute Tennis Club in Knokken is het decor voor het derde evenement in de Rising Star Tennis Tour. In samenwerking met BNP Paribas Fortis wil de Rising Star Tennis Tour jonge talenten ondersteunen in de doorstroming naar het professioneel tenniscircuit. Wel, zo'n belang is dus een eerste stap voor bij de mannen te komen. Dus het is een heel moeilijk proces, hè, want je moet toch eerst door die futures geraken voordat je naar de challengers kunt gaan. Dus je moet zo snel mogelijk aan de ene kant uit de futures geraken, om ervaring op te doen, uiteraard, maar ook om te weten wat zijn mijn mogelijkheden nadien. Hè, waar moet ik nog verder aan werken? De finale van dit $10.000 toernooi gaat tussen de Duitser Daniel Mazur en Dimitar Krabou uit Macedonië. In de eerste set laten de twee finalisten zien dat ze aan elkaar gewaagd zijn. De breaks en rebreaks volgen elkaar op. Bij een 6-6 stand moet een tiebreak beslissen wie de eerste set wint. De Duitser, amper 19 jaar oud, trekt aan het langste eind en haalt de eerste set binnen. Maar Dimitar Krabou bewijst dat hij zijn plaats in de finale waard is. Het nummer 527 op de ATP-ranking knokt zich terug in de wedstrijd. De Macedoniër wint uiteindelijk de tweede set met 6-4. Voor aanvang van de derde en beslissende set vraagt Mazur een medische time-out. Het is blijkbaar een zware week geweest voor het nummer 1110 op de ATP-ranking. Zo stuurde hij onder andere eerste reekshoofd Magnus Eriksson naar huis. In de derde set is er van vermoeidheid geen sprake meer. Met hoogstaand tennis maken de twee er een echte thriller van. Bij 6-6 is er opnieuw een tiebreak. Die zal bepalen wie de titel binnenhaalt. Uiteindelijk haalt Mazur het met 7-2. Voor de Duitser meteen zijn vijfde toernooizege van het seizoen. It was a pretty tough match, as the result says, 7-6 in the third. But yeah, it was for me. It was the crucial point was to be strong mentally, because physically I felt very tired, especially after the second set, seven matches in a row. Then I played two doubles, and yeah, I felt my legs already. So I had to be tough till the end, and yeah, that was the crucial point. My ranking now is about 1,000. And yeah, I received 18 points now, so I will go up to 750. Van Mazur zullen we in de toekomst zeker nog horen. Hij is alvast een verdiende winnaar van het Rising Star Tennis Tour evenement in Knokke.